bij een nieuwe video. Je hebt me gemist, hè? Je hebt me gemist. Ik ben er weer en ik hoop dat jij er ook nog even bij blijft. Fijn dat je kijkt naar dit kanaal. Duimpjes omhoog voor de moeite, zou ik zeggen. En abonneren is ook een leuke optie. Eigenlijk was ik vandaag van plan om het hierover te gaan hebben. Over de foto's die zijn binnengekomen naar aanleiding van mijn oproep. En over afgelopen dinsdag toen ik in Utrecht was om daar foto's te maken van mensen die daar op bezoek kwamen. 3, 2, 1. Maar dat hou je allemaal nog te goed, want vandaag krijg je een persoonlijke video van me. Het is een verhaal wat ik eigenlijk niet van plan was om met je te delen. Maar achteraf denk ik, ja, waarom eigenlijk niet? Waarom zou ik dit verhaal niet aan jou vertellen? Misschien omdat het heel erg persoonlijk is. Het gaat namelijk over mijn tweede moeder, mijn schoonmoeder. Die heeft een ziekte die echt heel naar is. En waar ze eigenlijk heel weinig over weten. En daar heb ik een filmpje over gemaakt omdat iemand anders zijn best gaat doen om geld op te halen om die ziekte te stoppen. Waar dit precies over gaat, ga je nu zien. Want jij gaat kijken naar het verhaal van mijn tweede moeder. Ik ben Anneke Monteban. Ik ben 66 jaar oud. Toen ik 42 was, voelde ik pijn vanuit mijn rug naar mijn benen. Ik ben een paar dagen later naar de dokter gegaan en die heeft mij vrij snel doorgestuurd naar het ziekenhuis en daar werd gezegd dat ik ernstig rekening mee moest houden dat ik MS had. Toen ik helemaal ziek werd, ging het enorm snel. In 3 weken tijd was ik niet meer bij macht om een voet te verzetten. Het was een agressieve, progressieve vorm. Gelukkig is er later wel weer een rustige periode gekomen, maar die periode was heel zwaar. Van een moeder die alles kan doen, tot iemand die totaal afhankelijk is en het bed niet uit kan komen. En zelfs geen hap brood meer in de mond kan krijgen. Het moeilijke van MS is dat je de ene keer denkt, ik kan de hele wereld aan en de andere keer gaat het totaal niet. De wil is er wel, maar je lichaam laat je in de steek. MS is een aandoening van het zenuwstelsel. De geleidingsdraden van de hersenen, alle mogelijke delen in ons lichaam. Om die draden zit een beschermlaag, een soort vettige stof. Dan komt er een aanval op die draden en dan gaat die beschermlaag stuk, waardoor je kortsluiting krijgt. Het kan zo erg zijn dat je dan ook tijdelijk niets meer of weinig kan doen. Er is nog steeds niet één middel gevonden waardoor dat te repareren valt. Mijn broer Arie gaat iets heel bijzonders doen. Goedemorgen, man, dat je bent. Hij gaat de Mont Ventoux in Frankrijk beklimmen per fiets. En dat wel voor het goede doel om een wereld vrij van MS te maken. Hij is druk aan het oefenen, maar ik heb er volle vertrouwen in dat hij zeker die berg op komt. En ik hoop dat ik erbij kan zijn om hem binnen te zien komen. En buiten dat ik enorm trots op hem ben, zou ik het ook natuurlijk enorm fijn vinden als er goed gesponsord wordt voor dit zo belangrijke doel. Help je mee? Bedankt. Eens kijken of die te pakken te krijgen is. Hallo, Arie. Hallo, Klaas. Wat leuk dat ik je even spreek. We hebben net naar die video zitten kijken die ik gemaakt heb van jou en van mijn schoonmoeder, zeg maar. Hoe keek jij naar dat videootje? Het geeft goed aan wat het is. Ik ken haar natuurlijk al heel lang met deze ziekte, maar dat zette mij ook nog even aan het denken van... het is nogal heftig dat er nog vrijwel geen onderzoek of dat er nog weinig onderzoek naar gedaan wordt. Ze hebben nog steeds niet gevonden hoe ze dat nou het beste kunnen oplossen. Jij gaat proberen je steentje bij te dragen. Wanneer ga je nou die berg op fietsen? Ik ga op 10 juni ga ik die berg op fietsen. 10 juni, oké. En nog één keer, hoe hoog is die berg? Bij 1900 meter. 1900 meter. En je gaat het niet... Dat klinkt niet hoog, maar je begint vrij laag. Dus je gaat een fix eind omhoog. Ja, het is gewoon een vicent fietsen. Maar je gaat hem niet één keer op fietsen, je gaat hem 2 keer op fietsen. Ik ga inderdaad een poging wagen om dat ding 2 keer te beklimmen. Neem je dan die blitse zonnebril ook mee of niet? Dat zal een flinke uitdaging gaan worden. Ik heb dan nog een iets gestroomlijndere bril op. Oké. Ik vind het echt te gek dat je dit gaat doen. Hoe kunnen mensen jou een handje helpen? Dan gaan ze naar de website van Klimmen tegen MS. En dan kijk je even, zoek je op Team Moving Brothers. Ja, ik zal ook wel even een linkje onder in de omschrijving zetten. Ik wens jou onwijs veel succes.
En sta je nou op een of andere thematische plek met allemaal fietsen achter je? Er staan hier inderdaad wat fietsen, ja. Ik weet niet waarom, maar ik vond het wel passend. Ja, heel, heel erg passend. Nou, hey, heel veel succes en ik spreek je daarna nog wel. Ja, later. Later, yo. Ik ben heel benieuwd wat jij vindt van dit verhaal. Laat je reacties hieronder weten. En doe vooral even een duimpje omhoog als je denkt... Arie, je bent goed bezig. Zet hem op met die fiets, die berg op. En natuurlijk ook een beetje voor mijn schoonmoeder. Als je geld wil geven, dan kan dat natuurlijk. Dan moet je even de link hieronder gebruiken. Kom je direct bij de juiste pagina terecht. Nogmaals, de volgende video zal gaan over... deze dingen, dan gaan we totaal nerden over fotografie. En laat ik je ook de foto's zien die ik gemaakt heb in Utrecht. Kleine preview. Vergeet niet jezelf te abonneren. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.